Hallo allemaal en welkom bij onderdeel 3, week 3 software. Programma's die draaien. Software, dat zijn programma's in de computer. En hardware, dat is alles wat je kan aanraken. Zoals de kast, de harddisk, de USB-stick, dat is allemaal hardware. Wat je niet kan aanraken is dus software. Software is hoe een computer denkt, zouden we kunnen zeggen. In deze les gaan we het hebben over vier onderdelen. Ten eerste operating systems, ook wel besturingssystemen of OS genoemd. Applications, de programma's die we installeren en draaien. Updating, het bijwerken van software naar nieuwe versies. En legal stuff, wat mag je wel en wat mag je niet. Operating systems heten ook wel besturingssystemen. Daar gaan we het nu even over hebben. Het operating system is de derde laag in het computersysteem naast applications en hardware. Het operating system bestuurt de hardware, zoals memory, harddisk, en de application stuurt opdrachten naar het operating system. Om een voorbeeld te geven, Microsoft Word stuurt een opdracht naar het operating system, zoals open file. En het operating system kijkt op de harde schijf waar die file staat, haalt hem op en geeft hem terug aan Microsoft Word. Dat is ook een beetje beveiliging. Het zorgt er dus voor dat Microsoft Word niet direct iets kan fout doen op de harddisk. Het gaat altijd via het operating system. Hier zien we een aantal voorbeelden van operating systems, ook wel besturingssystemen genoemd dus. Windows is natuurlijk het bekendste op de PC. Apple Mac OS is ook een operating system voor Apple computers, dan hebben we het dus over PC's gehad, hè. Linux is een gratis versie van het commerciële Unix, veel gebruikt in universiteiten. Ook websites draaien vaak op Unix of Linux. En veel kleinere versies van Linux draaien op routers of andere hardware. Dan zijn er nog de mobiele operating systems zoals iOS op de iPhone en Android op de bijvoorbeeld Samsung telefoons en het nu alweer verouderde BlackBerry operating system. Wat doet een operating system? Een operating system of OS doet twee dingen. Het bestuurt het systeem, de system services, en het zorgt ervoor dat input en output naar de gebruiker gaat, user services. System services betekent dat het operating system zorgt ervoor dat alle programma's voldoende geheugen hebben. En het zorgt er ook voor dat hardware bestuurd wordt, zoals een harddisk, een CD. Wat betekent dan user services? Dat betekent dat programma's kunnen starten. Dat je ook kan wisselen tussen programma's. Dat noemen we dan multitasking. En dat er een visuele interface is. Dat betekent er zijn windows, er zijn buttons, er zijn scrollbars. De GUI, afkorting van Graphical User Interface, is een visuele manier van werken, wat tegenwoordig standaard is op alle systemen. Vroeger was dat niet zo. Er werd gebruik gemaakt van de command line. Command line is meestal een zwart scherm met daarop een zogenaamde prompt. En achter die prompt kan je commando's intypen. Je hebt dan dus geen windows, geen buttons en je moet uit je hoofd weten welke commando's je kan geven. Ook kan je maar één programma tegelijk draaien. Bij een GUI heb je dan wel een muis, je hebt icons, je hebt windows, dat zijn we allemaal gewend. Nu gaan we het hebben over de programma's, ook software. Wat doet software? We kunnen software als een soort schema zien, net als een computer.
En het neemt input, het doet processing, wat normaal de CPU doet, en het geeft output. De computer zorgt voor de resources, de hulpmiddelen die nodig zijn voor dit proces. Die hulpmiddelen zijn input devices zoals de muis, output devices zoals de monitor en storage devices zoals de harddisk of USB drive. Voor tijdelijke opslag gebruikt de software RAM. Applicaties zoals bijvoorbeeld Microsoft Excel volgen altijd deze routine van input, processing en output. Input kan bijvoorbeeld een lijst getallen zijn, de output het gemiddelde en het proces is de berekening, optellen en delen. Hier zien we een paar voorbeelden van applicaties, ook wel computerprogramma's of computersoftware genoemd. De applicaties worden geïnstalleerd met behulp van het operating system. Office software is software die in kantoren wordt gebruikt. De meest bekende gebruiken we ook op school. Word, Excel, PowerPoint, maar ook bijvoorbeeld Access, een databaseprogramma. Microsoft Office is niet het enige Office programma. Er zijn ook veel andere merken. Een Office programma kost meestal minder dan $500. Specialistische software is voor een specifiek vakgebied. Bij techniek wordt bijvoorbeeld AutoCAD gebruikt om bouwtekeningen te maken. Dit programma kost $3000 of meer. Eenvoudige utility programma's zijn vaak onderdeel van het operating system zelf. Ze komen er gratis bij. Zo is er bijvoorbeeld de calculator, maar ook een PDF reader is een utility program. Veel hardware komt ook met zulke programma's. Bijvoorbeeld bij een digitale camera zit vaak eenvoudige fotosoftware. Utility programma's zijn vaak gratis of erg goedkoop. Spellen, games, zijn er in alle soorten. Sommige spelletjes zijn heel simpel, zoals Tetris. Andere zijn complex en uitgebreid, zoals Crysis of Battlefield. Deze grote spellen zijn vaak duur en worden gemaakt door grote teams, vergelijkbaar met Hollywoodfilms. Het maken van software gebeurt meestal in een aantal fasen. Ten eerste, analyse. Wat wil je maken? Ten tweede, design. Hoe ziet het eruit? Ten derde, het programmeren. We gaan de software echt maken. Met een programmeertaal. En daarna testen. Kijken of het werkt en of de klant tevreden is. Er zijn veel varianten op deze methode, maar altijd moet er geprogrammeerd worden. Dat gebeurt met een programmeertaal zoals C, Java, Basic, COBOL. Het testen is ook iets speciaals. Daar hebben we de verschillende soorten testen. Gebruikerstest, kijken of de gebruikers tevreden zijn. De whitebox test, interne componenten testen. En de blackbox test, testen of de output klopt met wat je had gezegd. Software updates dan, is het wijzigen en nieuwe versies van software installeren. Softwareversies worden gerekend als major, minor of een update. Een major update is altijd een belangrijke update waarbij ook visueel vaak veel veranderd is, zoals een compleet nieuw design met nieuwe kleuren. Denk aan de verandering van Windows 7 naar Windows 8. De minor is er vooral om gebruikers snel tevreden te stellen als niet alles was zoals men wilde. Windows ging ook snel van 8 naar 8.1. De update is er om af en toe wat kleine fouten te verwijderen, ook wel bugs genoemd. De naam komt van de tijd dat computers zo groot waren dat er insecten in konden vliegen en kortsluiting maken. Tegenwoordig hoeven we niet meer op cd of disketten een nieuwe versie te kopen. De softwaremaker kan zijn software automatisch via het internet naar je toe brengen. Dat gebeurt dan ook steeds vaker. Het voordeel is dat de leverancier, de softwaremaker, alleen maar de veranderde bestanden hoeft te sturen, waardoor een update niet groot hoeft te zijn. Een zogenoemde service pack is weer wel groot. Dan heeft een softwaremaker alle oude updates verzameld en in één groot bestand gezet. Dan de soorten software.
Daarbij gaat het vooral om of je hem voor moet betalen of niet. Shareware is een soort software waar je niet meteen voor hoeft te betalen om het te gebruiken. Soms is er alleen een bepaalde optie uitgezet, zoals printen. En soms komt er reclame of een boodschap waarin staat dat je nog niet geregistreerd bent. Bij het registreren moet je dan ook betalen. Vaak is het maar 30 dagen. Volledig werkend. Freeware is volledig gratis. De gebruiker hoeft geen geld te betalen voor de software en je mag het ook zomaar kopiëren. Open source software is ook een soort freeware, maar bij open source kan je zelf ook de software aanpassen. Het zit dus niet op slot, zoals de meeste software wel. Zo maken mensen zelf nieuwe aangepaste versies van de software. Voorbeelden van open source zijn Linux en Firefox. De End User License Agreement. Hierin staat wat je wel en niet mag, bijvoorbeeld niet doorverkopen of niet kopiëren. Je krijgt zo'n stuk tekst te zien en iedereen klikt altijd snel op Yes, I accept. Maar soms staan er wel foute dingen in, zoals als je dit installeert, mogen wij ook jouw e-mail lezen of jouw harddisk leegmaken. Nou, dat soort software, daar moet je natuurlijk voor oppassen. En zo zijn er wel meer dingen waar je mee moet oppassen op internet en bij het installeren. Wat mag nou wel en wat mag niet? De term copyright is heel simpel. Heb je iets gemaakt, dan heb je automatisch copyright. Ook als je naam er niet op staat. Je moet wel kunnen bewijzen dat jij de eerste was die het gemaakt heeft. Heeft iemand anders de software gemaakt, dan heb jij dus geen copyright en mag je het ook niet zomaar gebruiken of zeggen dat jij het gemaakt hebt. Om toch makkelijk te kunnen laten zien dat je iets gemaakt hebt, kan je een copyright teken in de software zetten met naam en datum. Verschillende landen hebben hun eigen idee over privacy. Privacy betekent wat mag je aan informatie gebruiken van iemand anders. De wetten zijn overal anders. Mag je iemands creditcardnummer vragen en opslaan? Mag je zijn e-mail gebruiken of zelfs doorverkopen? Meestal mag je wat betreft een creditcardnummer niet zomaar dat nummer opslaan of opschrijven. Het is netjes om alles wat de software wil doen met gegevens ook te vragen aan de gebruiker. En zo kan de gebruiker een goede keuze maken. Facebook bijvoorbeeld vraagt vaak, ga je akkoord met de nieuwe privacyregels die we hier hebben gesteld? Maar je moet ze wel eerst goed lezen. Over wachtwoorden, ja, die moet je natuurlijk nooit weggeven. En let ook goed op wat je op social media post. Veel mensen zijn al ontslagen omdat ze bepaalde dingen over hun werkgever zeiden op Facebook. Downloaden en sharen heeft eigenlijk altijd risico's. Niet alleen omdat copyright materiaal officieel niet mag worden gekopieerd, maar ook omdat er virussen in downloads kunnen zitten. Wees dus voorzichtig. Gebruik een virusscanner en download niet zomaar alles. Digitaal materiaal kopiëren wordt door sommige instanties diefstal genoemd. Dat kan eigenlijk niet, want je neemt nooit het origineel weg. Men wil eigenlijk een beetje afschrikken dat je niet zomaar gaat kopiëren. Ook is nog steeds niet bewezen dat illegaal downloaden zou zorgen voor minder inkomsten bij de maker. Het tegendeel lijkt waar te zijn. Door illegaal te kopiëren maak je dingen vaak alleen maar meer bekend. Oké mensen, dank jullie wel. Dit was hoofdstuk 3 software. Ik hoop dat jullie het goed bestuderen en een mooi cijfer voor de toets halen. Succes!